Yo, beste mensen van schoolleven, welkom op een gloednieuwe video hier op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Dardro en vandaag gaan we genieten van de clips van het afgelopen jaar. Ik ben in 2019 in november, een jaar en vier maanden geleden, ben ik begonnen met streamen op Twitch TV. Ik ben ongeveer op 350 followers begonnen, die ik van heel vroeger allemaal heb verzameld. En momenteel zitten we op een count van 4300. We zijn super hard aan het groeien. Dikke shout-out naar jullie, want zonder jullie was allemaal niet waar geweest. Maar vandaag gaan we eens bekijken. We hebben zoveel leuke dingen meegemaakt. Ongelooflijk. En als ik aan één hoogtepunt denk van vorig jaar, dan denk ik toch wel dat we heel trots mogen zijn op de geldinzameling van Kom op 2 Kanker. Ik denk dat de Dardrofam daar enorm hard heeft gesteund. En dat heeft mij zoveel deugd gedaan hoe we eigenlijk als gamer zijnde altijd asociaal worden afgebeeld in de media. Of toch altijd zo van die rare mensen zo. Die gamers zijn maar rare wezentjes, die gamers. We hebben toch wel laten zien dat de gamers allemaal een hart van goud hebben en ook toch onze steun hebben geleverd. Je moet eens kijken naar het bedrag dat we hebben ingezameld. 4.490 euro is gewoon absurd. Dus nogmaals, dikke merci allemaal voor jullie goed hart laten zien. En de rest van de clips zijn ook super nice. Hè? We gaan het zo meteen allemaal bekijken. Ik ga deze week dus een clipcompilatie maken als video voor op mijn kanaal hier op zaterdag om 4 uur. Elke zaterdag om 4 uur trouwens. Dus zeker een must, check it out. Elke zaterdag om 4 uur hebben wij hier een video. Meestal een vlog, maar nu met de coronaperiode is het wat moeilijk. Laat weten wat ik nog moet gaan vloggen. 75 likes op de laatste Urbex video. Moet even teruggaan. Even terug. 75 likes op de vorige video. En dan ga ik de volgende Urbex video maken. Dus gewoon even gaan liken. Ik denk dat we op 60 zitten of zoiets. Dus gewoon even een likeje gaan smijten. En volgende week kan ik mijn vogel gaan halen. Ik ben super excited voor de vogel. Echt immens excited. Er komen ook leuke video's aan. Sowieso leuke vlogs. Wordt mijn mascotte op de stream en dergelijke. Wordt super fijn. Dus zeker was het gewoon om mijn social media volgen. Doe het gewoon even. Ze komen overal hier moeten staan. Doe het gewoon heel snel. En ik zie jullie in de reacties hieronder, denk ik. Oftewel op mijn Twitch-kanaal. Je mag het gewoon kiezen. Dus laat weten wat jullie van de clips vonden. Geniet ervan. Ik ga er zelf mee van genieten. Want dit gaat gewoon geweldig worden. Geniet ervan. Dus gewoon even alles beginnen liken, reageren, abonneren. Maakt niet uit. Gewoon doe eens even gek. En geniet van de clips die jullie nu gaan zien. Kijk! Kijk! Waar moet ik staan? Huh? Ja? Moet je eerst komen staan? Ja? Moeten we AK's pakken? Ja? Moeten we naar het tweede vensterje daar kijken? Ja? En dan op jij drukken. Gooi, joh. Kill! Wacht, Roger, anders moet ik mijn vest houden. Ik zal je zo over de reling omgeven. Ja, wacht. Zo'n vest houden, hè. Ja. Wacht, ja. Heb, dus ik... Oh! Wat doe je nu? Wat is het nou op zijn poep ook? Sorry, ik kan er niet te goed vast. 0108 van terug naar... Kerel!
Ik kan alleen tegenhouden. Maar ga me toch E doen? Ga me E spaddelen en. Oh, dat wist ik wel. Stop, mijn jong! Leo! Ben! Probably bare for these waters, Leo. Je draagt paddelen naar jongen voor naar links te gaan. Maar blijf toch zitten! Kerel! En stop, niks doen, niks doen, niks doen, niks doen! Niks doen! Het is te laat, hè? Oh, Leo! Oh! Leo! Stop er! Met paddelen! Ja, kerel, echt waar, joh! Ik ga met u in de zomer niet paddelen, man. Hij had een probleemke. Op mijn bureau, subiet. Even op mijn bureau. Mag ik van de zin? Even op de bureau, zeg. Zelfs. Goed, jong, Visconti. Oeh. Goed, kempen, man. Visconti. Van de 16, ik kijk niet uit. Dit is wel een twijfel, man. Oeh, joh. Het ging er gewoon. Dat is twee keer zijn verjaard, hè, jong? Ja, 52. Wat heb je in de gaten, meneer? Mag ik onder ophalen bij ons? Hey joh, ik ga het niet doen. Ja, kijk op. Als dat de eerste keer is, dan ga ik het kijken. Hier zijn we weer met de meisjes. Live op Twitch TV. Iemand ziet u. Hij was mooi verliefd. Jawel, dames en heren. Mijn rokje, mijn panties, woehoe! Cool, hè? Beloofd, ja. Oh, zeg, zijn we dan? Kan ik ook nog een klacht neerleggen tegen onbekende, meneer de agent? Tegen wie dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, die kan wel licht stil, aan. Stil. Maar deze niet. Sst, blijven stilzitten! Oei, we moeten stilzitten. Stille, mannen. Dat is niet beginnen bewegen, hè? Stil is stil en dat is stil. Hier zit volk, zal ik het u zeggen. Ja, en nu? Nu? Yeah, Mr. 20, featuring Matthijs de Huwelijke en Ben je dom. Yes, yeah, spit het. Dit is niet juist. Oh, 2, 3, zullen ben je dan doen, baby? Nee, de chinkies liggen niet. Zullen het naar dan doen, baby? Besef het zelf niet. Dat ben je dan, baby? Okay. Nee, hij komt als hij ze ziet. Pennen zit, maar kan het niet. Laat hem maar, het lukt hem niet. Deze man is ook ongelooflijk. Hij kan toch niet. Huh? De timing! Clip het! Ja, zeg aan. Ik heb van mijn ouders in mijn hoofd moet ik een beetje stiller zijn. Oh, Leon, waarom? Vinden jullie dat niet leuk? Ze zeggen dat er van mij te luid praat. Wat zei de G? Ik moet kloppen. Oh, mooi zeg. Hoe jong zijn, maar dat is de voor mij niet meer deze. Met een zetel ging dus vol. De zetel! Kijk op die! Kerstel, maar dat dan wat de zetel in plekken heeft. Oh, mijn kusseltje! Oh, mijn kusseltje! Echt toevallig om me heen. Waarom weer bij mij, joh? Ja, wist! Ik voel hier al iets aankomen, de mannen. Echt waar, hè? Die is wat is dat, joh? Dat is precies een hond die gestorven is van. Wat fijn die daar in de regen is aangespoeld. Is dat Bola? Dat is daarop gevoeld. Ja? Hey, hou je in, joh.
Oh, nog een keer zo'n dolfijn uit je mond toe, hè? Hey. Sorry. Hier doe ik het voor. Oh, dat is geweldig. Roger, we luisteren verder. Oké. Hallo, ik wil even zeggen, we gaan allemaal 24 uur naar een Darro kijken. Heb je dat verstaan? Als je dat niet doet, dan krijg je een korte links en een reisje tegen een bakkers. Ja. Zalig. Ja. Oh ja, het knallen, 100 kijkers, what the fuck? Ja, zot hè? Dat is normaal, ja. Oké, wat gaan we spelen? Wat gaan we met degene op de wiet staan? Ja. Het is mijn speeksel. Vandaag gaan we even piebelen. Ik heb 1,50 meter hangen. Alsjeblieft, ik kom niet dichter. Ja, maar ja. Ik kan het niet, hè? Ik heb geen 1,5 meter. Ik geef het eerlijk toe, hè? Dat lukt niet, hè? Ik ben niet eens 1,50 meter groot. Ja, voilà. Van Giel. Oh, jongen. Giel. Ik ben bij u aan het inbeelden met een piemel van 1,5 meter. Ja. Yo. Lasso. Niet als ze weten dat ze voor mij gaan. Oké. Oh. Ernie Sesamstraat op Amsterdam, ewa ja. Chicken. Kui. Hey. Ben hier Dimitri Grijs Roger, ze weten zelf de hockey komt niet op congé. En al die mannen willen komen en willen me nu testen. En ik zeg eerlijk, ja Matty, je moet me never flashen. Ik ben nu als een motherfucking hond, je weet het, blaffende honden die bijten niet. Maar ben hier met een p-goal, soms ook wel een tackle. Weet dat ik je tackle. Ewa ja, ewa, hoe hou ik die shit vol? En sommige mensen willen komen, komen nu daar met die mensen. Maar ik zeg je broeder, beter komen niet meer showen. Want ik ben een jongen, was aan het trainen op de fucking straat. Je ziet het zelf ook, ik ben nu bij Amsterdam, ja. Sta er nu voor het politiekantoor en Roger staat er ook. En we zijn nu aan het lachen bro. Ben aan het solliciteren voor de ANWB, ze weten net zelf ook en ik conformeer. Wow, wat ik wil alleen maar doe. En al die bitches willen komen, doe het voor de show, man. Ze vraagt je ring, maar ik kan er verder mee. Ah, nee, sorry, Roger. Oh, man, echt waar. Hey, respect, jong. Respect, mijn heren, zeg ze bij ons. Dat is een gepoept tussen soep en pataten dan. Wow. Ons moeder heeft al gezegd, ik had beter ingeslikt. What the fuck, gast? Wat? Benny. Doe eens, Kraft. Doe het eens. Benny. Dat Benny. Is hem. Ja, dat... Kom een keer hier, Benny. Clip dat. Dat is Benny. Oh, ja, dat kan niet. Ja, jong. Hoe lang... Allee, jong. Ik ben er een hele tijd bij de Kraft en ik wist dat niet. Ik ben echt goed. Ja! Gewonnen! Hey, je moest daar wel die rechte toer, hè? Oh! Yo, dat... Tim, zeg jij toch vast als ik in de discotheek? Is er een discotheek? Dat is iemand van hier. Oh nee, dat had ik nog geen deur. Geen probleem. Ze worden nu een beetje overrompeld. Valverde zit daar ook nog altijd. Bonen zit aan het wiel van Valverde. Ik zie geen petakkie. Van Bonen moet zich nu losmaken, maar zich niet laten inslaan. Gino Koro in het centrum. Valverde zet zich trek. Van Bonen komt eruit. Van Bonen pakt nu over. Van Bonen over Valverde. Tomke. Wat doe je nu? Van Bonen gaat wereldkampioen worden. Van Bonen op één. Van Bonen op één. Lijkt wel op een gespannen schoon aan Tumba. Zeker! Dat is nog even dan de spannende keer. Fuck, die zit met mijn aan, jong. Maar ze moeten een break om deze naar mijn hoofd en helemaal bij. Dan ga je toch met de auto op de misschien een achtervolg. Een keer krijgen. Heb je eens bij waar ik me kan baseren, meneer? Ja, meneer. Ja, oh, wat ook nog. Wat heb je bij? Een mes. Hé! Van waar komt dat? Van de wapenwinkel. Hé! Wat? Inderdaad.
meneer, van waar komt de mes? Van de wapenwinkel? De wapenwinkel? Dat is verboden, hè, meneer Wapen? De tijd. Oké, ik doe mij. Dat is goed. Ik wilde je geen video bestellen. Wat voor jou moet hebben, Jan? Zeg dat al heel lang in mijn lijstje stand. Ja. Zo, gewoon een kick niet spelen, hè, man? Als jij volgende week doet, dan waarom doe je dat weg? Halen. Ik weet dat ik heb verkeerde knoppen gekregen. De sirene gaat af. Maat, echt. Die mankeert echt niet in zijn kop, hè. Ja, sorry. Ik kon de kluis niet meenemen. Ik heb net pindakaas gegeten. Hallo, het is met mij. Zijn ik hier nu echt een enigste serieuze? Maar als we eens allemaal samen in een sandwichje gaan zitten... Wat is dat? Wat is dat? Een collega staat hier. Collega. Hey! Wat doe je hier, jong? Stap eens uit, jong! Wat zijn dat voor manieren? Stap eens uit! Hallo, jong! Is dat een Visconti of wat? Ja, dat is een Visconti, stap eens uit! Zeg maar, ik heb... Mijn neuskrabbe, mijn juist neukt. Mijn juist neukt. Vraag ik nu aan u, beste Jos, om u al klaar te maken. Om uw hoofd warm te maken, om een keer goed te kloppen, want ik heb zoiets vernomen dat je blijkbaar genomineerd bent. Zeg, tot morgen, hè. Wacht, ik zal ook een keer kloppen. Oh! Dat is niet. Nee, ik heb het niet. Ik klop met een dashcam, die vloog, ik klopte op die en die vloog los over zijn auto. What the fuck? Hey, maar wat houdt platinum dan in? Dat we hier allemaal komen, als een week. Voor niemand best, jou. Als deze, ja, maar wilt er iemand mij godverdoemen eens uitleg geven in dat spel hier? Zeg, betaal ik een keer godverdoemen, ik weet nog eens niet voor wat ik heb betaald dan. Je hebt dus niks betaald, jongen, joh. Ja, maar... Hij heeft niks betaald! Heb je genoeg eten en drinken? Meneer, dat heb ik nog. Oké, top. In ieder geval, zoals jullie zien, de Brown is het ook al klaar. Allee, ja, gaat daar even klaar zitten. Check. Hopla. Naar Bloemse. Zit hem door. Zie. Zalig toch. Ik weet, in het begin hebben we op geen cam komen. Nog nooit op een cam komen. En nu, als ze de camera zien, jongen, dan leeft het, jongens. Hè. Ongelooflijk, hè. Hey, daar heb je hem. Wacht. Ja, dat is toch, hè? In het begin wil je nooit op de camera komen. Nee. En nu is dat zo toch, maar dat is toch. Ik tel al helemaal centimeters bij. Van mijn parkietje. Oh, jongens, toch. Ja, is gewoon een parkiet, welke kleur? Ja, roze. Roze? Huidskleur. Ah, ja, allee, zeg. En dan 5 minuten fluttermal is het al gedaan met Lieke, zeg. Als hem zat is, dan fluit hem wel mee. Ja. Dat kan wel eens lang duren. Dan fluit hem mee. Hier, dat was hem. Hey, hoor, dat was hem. Ah. Luk het nog Luk het concentreren. Als hem zat is, fluit hem niet. Allee. Dan duurt het lieke langer. Dan komt hem op repeat constant. Ja. Ik ken repeat. Het. Ja, dat is up, down. Repeat, ja, dat is altijd opnieuw. Dan zingt hem, ik zie de zon zakken in de zee, zeg je. Ja, ik ken dat. Manneke, man. Tik! Oei! This isn't that hard. The humans can't free themselves. Oh, dat is mindfuck, joh.
Nee. Ik kan daar niet op springen. Kijk. Je komt er binnen, wat zit je hier in die pinguïn? Wat doe jij hier? Sorry. Wat moet ik dan zeggen tegen de pinguïn? Die toch niet thuis? Wat zegt die pinguïn dan terug, meneer? Ze. Zeg die terug dan. Ik ze. Nee. Mag ik praten? De pinguïn. Ja, ik kan niet praten, dan, Roger. Ik kan niet praten. Wacht even. Stop dan. Hoorde jullie niet meer, precies. Nee, ik was... Nu wel. Stop. Ja, Roger kan praten, maar die pinguïn kan niet praten, meneer. Dat is waar. Oké, ik hoop jullie hebben genoten van deze clips. Ik alvast wel. Het was een leuke terugkijk op het verlopen jaar, op het afgelopen jaar. Dit jaar in 2021, we zijn wel al de derde maand gestart, maar dit jaar wordt nog eens zo leuk, eens zo grappig, eens zo cool. En het afgelopen jaar hebben we ook wel het al van samenwerkingen aangegaan, mijn eerste samenwerkingen in mijn hele leven. Dat was eerst bij Cooler Master, dan hadden we een samenwerking met Red Bull, dan hadden we een samenwerking met Get Merch, en nu hebben we nog een samenwerking met Redis Gaming. Dus dikke merci allemaal. En wie weet wat brengt de toekomst allemaal. I don't know. Ik laat het op mij afkomen. Ik zou zeggen, bedankt om te kijken. En ik zie je bij een volgende video. En vergeet zeker en vast geen like te geven op deze video. En ook op de Urbex video. Dan kunnen we een nieuwe Urbex locatie gaan zoeken. Dikke merci om erbij te zijn. Dus ik altijd zeg, flex die biceps. En joejoe.